Maar... Oh shit, je bent ook niet echt handig hoor. Pak jij al mijn XP levels! Ja, jij gaat zo ver naar achter staan. Stom Eva! Auw! Ja, nee, ik kan het wel hebben. Ruzie? Rustig! Hey kijkers, Mike en Sturms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Tony Classic. Oh, waarom ben ik zo hyped? Ik ben echt niet normaal hyped, jongens en meisjes. Zijn jullie... Komt natuurlijk omdat ik er ben. Oh, tuurlijk. Nee, dat doet hij is er nou ook weer hoog. Doei. Jongen, doei. Oké, ik heb echt ziek geluk gehad de vorige keer. Ik ben namelijk een, hoe heet zo'n ding is, een spawner tegengekomen van... Ik weet het niet meer. Ik weet het wel. Van spinnetjes. Dat was het. En mijn vault zit bijna helemaal bom. Ja, ik heb wel ruimte. Mijn zit helemaal vol. Mijn zit vol. Oh ja, ik zei net tegen Eva en Giel van... joh, we moeten hier een ruimte even gaan bouwen. Dan moeten we eigenlijk allemaal furnaces et cetera in elkaar gaan zetten. Zou ik even wat furnaces maken? We hoeven namelijk geen crafting table meer te maken. Is zonde van ons... ja, is gewoon zonde. Hier, ik heb 8 furnaces. Oh, nice. Kom erin. En hop. We kunnen ze nu even allemaal aanzetten. 1, 2, zo, daar nog. Ik heb wel heel veel blokken kool. Heel veel blokken kool. Oh, als ik het moet dragen, moet ik even zeggen. Wat zullen we afspreken? Wie's kant is welke kant? Ik wil wel mijn eigen kant hebben, als ik heel eerlijk mag zijn. Ik kom die kant op. Nee, wacht nou. Je snapt het niet. Ik wil een eigen kant met furnace pannenkoek. Oh. Maar Giel heeft helemaal geen... Ik heb nog is dat niks. Jouw furnace kant die daar schat? Ja hoor, maar toch... Okay. Ja, okay. Nee, dan mag jij die hebben. Helemaal geen probleem. Mag jij die hebben. Vind ik goed. Hup, zo. Dan neem ik deze. Claim ik gewoon deze kant zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké. En dan moeten we even... Ja, sorry Giel. Eva en ik hebben echt een mega voorsprong op jou. Kevin ook. Ja. Want wij zijn al een dag eerder begonnen. Maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon heel stiekem van jullie... een beetje bij beetje jatten totdat ik ook zelf ook wat heb aan jullie die mee. Ja, inderdaad. Dat zou goed? Ik ook zeggen. Hier ik gebruik deze kant wel. En weet je wel, deze twee dunne kanten. Ja, pak jij die kant maar. Wat ga je erin doen dan? Niks zeker. Ja, heel goed, Giel. 1, 2, 3. Deze erin. Moet toch wat? Ja, dat is waar. 3. Ik heb zoveel blokken. 1, 2, 3. Deze erin. Oh, deze er helemaal erin. Oh, jemig. Ik kan hem gewoon helemaal vol doen met gewoon een volledige stack iron. 8 kijk, keer. Gratis iron. Nee, grapje. Oh, je blijft wel rustig. Ja, ik heb nog oors over. Ik heb echt serieus nog oors over. Dit is echt niet normaal. Mijn hele vault zit gewoon bomvol. Echt vol. Ik heb gewoon diamond horse armor daar gevonden. Hoe vind je dat? Bam! Die heb je niet, hè? Ja, die heb je niet, hè? Nee, inderdaad. Ik heb al genoeg gedaan. Ik heb al de furnace aangezet. Weet je nog in de vorige aflevering? Oh ja, doe maar weer. Ik ga deze kant... Nee, ik wil eigenlijk niet te ver van mijn spullen Ja. Oh, hey, iron. Free ik heb iron. Een potje met XP en holy frieten. Nou, jammer. Die is, blijft maar daar dan. Potverdomme. Hey, dit is van mij. Ik heb dit gevonden. Wat is die voor eerste. Jou? Achter je. Kijk dan. Nice, Giel. Ik denk dat jij degene bent die het snelst een diamond heeft gevonden op ik de server. Ik zit hier net in, man. Lekker. Oh, het zijn er nog meer. Wacht. Eromheen weggraven, hè, want ik zit ook olaf omheen. Ik help je wel. Hoppatee. Oké, hij is nu helemaal... Nee, ja, bijna. Heb je... Au. Oeh, dat doet pijn. Als er nou lava is op, was je erin gedrukt. Oh, het zijn er veel meer. Ja, je hebt toch een fortune op je pickaxe, pannenkoek. Ik weet niet, ik heb het nog niet gehakt. Mag ik zeggen? Wacht. Ik wil eerst hier weg. Dan mag ik... Het is van jou, hoor. Hoeveel fortune heb je? 2, net zoals jij. 2. Ik heb 1 namelijk. 1? Oh, ja. Kom maar, doe ik het wel. Hier, alsjeblieft. Ga er dichtbij staan. Ik hoef XP en je diamonds niet. Ze zijn van jou. Dankjewel, ik heb er 12. Maar ik denk dat je bij mij in de town komt, toch? Ja, dat denk ik wel. Oké, inleveren. Nee hoor. trouwens, Giel, we hebben de regel dat we alles hakken. Alles voor XP. Ik ben al level 38. Ik heb 25. Oh, ja, echt, je moet alles hakken voor XP. Hier, Giel, ga deze god anders even hiernaast ontdekken. Pas op. Ja. Kan ik mijn diamonds ergens storen? Want ik ken dat al. Je hebt toch een private vault? Doe E op je player head klikken en dan staat er vault. Touch noob. Search wow. Hey, Giel, heb je al een zwaard? Nope. Nee, ik ook niet. Eva die heeft er gewoon... Oh, je geeft hem wel een zwaard en jij krijgt de random in op de spawn en ik krijg niks. Hier, kom maar. Nee, nu hoef ik geen zwaard meer. Ja, koek jongen. Beetje een afdankertje geven, hè? Ik heb die ook gekregen. Ja, zou ik ook zeggen nu. Oh, waarom heb ik een shield? Oh nee. Ja, doe maar weer. Beetje flauw doen, hè? Oh, ik ben wel bijna door al mijn tortjes heen. Oh, Giel, ik zit in dezelfde grot als jou. Oh, nice. Hoppa.
Even kijken, hier zit nog iron. Oh, ik neem echt alles mee. Alles wat ik bijna tegenkom, neem ik mee. Daarom, mensen, ik heb vanmiddag nog even nadat... vanmiddag, ik heb in ieder geval afgelopen week... nog nadat we de vorige keer een video hebben opgenomen... en heb ik dus... Auw! Oh, waar kom jij vandaan, stomme zombie? Heb ik dus nog even flink doorlopen minen. Ik heb echt mazzel gehad dat ik vandaag nog even flink door ben gegaan. Pas dus op voor zombies, hè? Oh, als je nu een zombie hier naartoe laat springen, oh. Oh, ik zie, ik hoor een skeleton. Ik word beschoten door een skeleton. Hoe vind je dat? Oh ja, wacht, je kan 1.8 PvP nu. Ha, nu ga je niet meer van me winnen, vriend. Kom maar. Echt? Ja, nu kan ik gewoon spam klikken. Ah, nice. Jammer. Dat is vet. Hey, lees, pindakees. Huppatee, kijk, dit gaat goed. Hier, kijk, bam, meteen 8 of 7 iron erbij, meteen naar beneden, redstone erbij. Hartstikke idee. Zo minen we voor onze spulletjes. Gas op de lolly. Ja, dat liedje inderdaad. Oh, verdorie, nu moet dat is echt lang geleden, zeg. Yep. Dat is een heel oud liedje. Oké, okay, ik ben er bijna. Jongens, hoe staat het met alle iron van ons? Lava stroomt heel snel, of ligt dat aan mij? Ja, lava stroomt heel snel. Ja, hoe kan dat? Geen idee, verrassing. Verrassing! Yo, verrassing! Ja, ik heb het wel gemerkt. Ik denk, oh, ik ben nog veilig. Bam, in de fik. Oh, oh, een zombie en een mini-zombie. Hoppatee, dit weg. Ja hoor, perfect. Gaat wel lekker snel. Ja, ik heb al jullie spullen ook uitgehaald voor XP. Goed zo, schat. Grapje, hoor. Goed nee. Bezig. Je hebt niet gehoord wat ik zei, volgens mij. Nee, je hebt al mijn spullen eruit gehad. Nee, dat heb ik niet gedaan. Echt wel, ik hoorde je het zelf net zeggen. Ja, dat was een grapje. Weet je niet wat een grapje betekent? Ja, dat zou ik ook zeggen. Vorige keer heb je ook wel iets per ongeluks gedaan. En toen uiteindelijk had je al mijn XP-levels weer, hè? Ja, toen je die spullen eruit... Auw, toen je die spullen eruit haalde. Nee. Echt wel. Dan gaan mijn XP-levels, druif. Ik doe helemaal niks. Oké, als je er maar vanaf blijft. Kool! Ik wil kool! Daar. Ah, nu heb ik geen toortjes meer. Ik kom even terug. Even al mijn XP's ophalen hoor. Al mijn iron. Al mijn iron. Is het allemaal al gesmolten of nog niet? De meeste wel. Dat denk ik wel, want bij mij... Nee, bij jou niet. Oké, okay, hoeveel moet die nog doen dan? Hoeveel blokjes? 30. Zo, is die nog maar op de helft? Yup. Oh, dat gaat echt eeuwen duren, man. Bij mij ging het al. Maar, hé, hey, Vincent is slim en dat is het voordaan een private vault. Daar zit wat hout in. Dus van het hout. Ik hoor een zombie. Ja, dat kan, hè. Dat heb... Oh, sorry. Ik liet een boetje, denk ik. Daar grapje, dat is een zombie. Yes. Wow. Giel liet een boetje, jongens. Even kijken. Dat moet eigenlijk boetje. Op een shirtje komen. Ik liet een boetje. Al gelijk mijn quote. Ja, de quote. Dus alles wat Giel quote gaat op een shirtje. Niet? Nee. Pas op, een zombie. Ik liet hem boetje. Ik ga nu heel goed nadenken over wat ik ga zeggen. Ik wil niet dat alles op shit komt, namelijk. Nee, dat zou ik ook niet willen, eigenlijk. Toch? Nee, ik niet. Oké, okay, hoppatee, dit gaat goed. Ik heb weer kool, jongens. Echt kool, jongen. Dat heb je in overvloed hier. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik was altijd bang dat kool is altijd wel lastig te vinden in het begin. Nou, je hoeft nu maar één keer een goede mijn in te stappen of een goed gangpad te hebben. Je vindt kool in overvloed. Nee. Ja. Nee, maar dat is echt geen grap. En als ik straks mijn iron heb, zou dat echt super nice zijn. Dan kan ik echt gewoon... Oh my god, serieus? Ik hak even twee blokjes en ik kom diamonds tegen. Hex. Goed gedaan. Nee, ik ging hakken naast mijn furnace. Die dacht dan. Echt? Daar zaten gewoon diamonds. Ja. Ik ben toch goede kant gekozen, toch? Ga ik even de andere kan kant één iemand overkomen, hè? Even kijken of het hier ook wat is. Au, 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 au. Nou, dan moet ik even wat langer over doen, blijkbaar. Oh, dit was niet handig. Ik sta weer in de lava. Nog slimmer. Goed doorgaan, Vincent. Gewoon lekker lava springen. Hoppa, hier kwam ik vandaan. Hier had ik dus nog iron. Ik heb bijna 1561 blokken gehakt. Zo. Mijn pickaxe ben ik kapot. Ik heb hem al één keer gerepaired. Ik heb één keer slash repair moeten doen. Dus dat ging mijn repair. Nu moet ik weer een paar dagen wachten voor een nieuwe repair. Een weekje toch? Of hoeveel? Nee, 3 dagen volgens mij. 3 dagen en dan kan ik weer repair doen. They fixed you. Zo, deze kant uit. Hier langs. Heel goed. Ik ga erop. Hoe staat het bij jullie? Ja, nog niks. Akken. Nice. Oké, maar als ik nu zo terug kom rennen, dan moet mijn iron toch wel een keer klaar zijn. Oh, of zal niet? Ik even kijken voor ja, maar dan moet wel iemand in de chunk zijn, anders laat het niet. Echt? Dat er 12. Wat is hoe Minecraft werkt, ja. Oh, flauw. Oh, nice! 6 gold erbij. Ik ga straks gewoon heel slim verkopen. Ik ga gewoon zeggen dat... Of ik ga gewoon zeggen, ik ga gewoon eerst al mijn iron verkopen. En dan wordt dat gewoon minder waard. Dat geeft niet, dat is toch mijn iron. En dan ga ik alle diamonds in één keer verkopen. En emeralds. En ja, die stijgen dan in de koers. Ja, dan stijgt de andere koers namelijk. Heb jij slim bekeken, jongeman? Oh. Tuurlijk.
150k voor een touw. Ja, dat kost wel wat. TNT recruit. Hier zit een tunnel onder. Volgens mij zit hij in een abandoned mineshaft. Volgens mij ben ik in een mineshaft inderdaad. Echt? Ja, volgens mij ja, wel. En er zit een heel stuk achter jou, dus die is best wel lang en hoog. Want ik moet aardig wat blokjes. Ja, ik heb een mineshaft gevonden. Ik heb hem eerder gezien. Nee, we kwamen allebei tegelijk. En ja. Ik dacht van, wat is dit voor gekke vierkante tunnel? Ik wou hem eigenlijk skippen. Maar we hebben een mineshaftus! Oh, nou kom maar nu terug voor je Aaron. Ja, ik ga even terugkomen voor mijn island. Ik heb een kistje gevonden. En wat zit erin? Nice. En een golden apple normaal, maar voor de rest. Oh, yes. Oké, laten we gewoon de volgende aflevering, laten we die mineshaft gaan, gaan checken. Dat zou echt nice zijn. Blij mee. Op het TF hier al het kool weg meenemen. Hier kool meenemen. Damn, ook nog meer lapies. Nog meer lapies. Even kijken, deze dumpen. Want kool vind ik even iets belangrijker dan kobbel. Wobbel, 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 kobbel. Wobbel, wobbel, wobbel. Kobbel, kobbel, kobbel. Oké, deze kant uit. Oké, ik ben er bijna. Oh, ik moet echt rennen voor mijn iron. Iron, iron. Rennen voor mijn iron. Ik moet het halen. Sta jij daar nu? Ja. Iron! 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 Oh, Eva is echt alles aan het zoeken naar die paar diamonds die hier zitten, hoor. Yes! Oh, hey, zoveel... het heeft me 1 koolblok gekost. Dat valt me nog reuze mee. Echt? Maar 1 koolblok is 9 kool, hè? En dat is dan weer 8 dingen. Ja, maar er is nog over. Er is nog over. De furnace brandt nog steeds. Ja, die dingen zijn echt goed, hoor. Ja, volgende. Wat moet ik doen? Even eens kijken. Spelen. Valt. Nee, even mijn spullen opslaan die ik wil bewaren. Ik heb helemaal geen zin om al die redstone mee te nemen. Ja, ik moet eigenlijk de volgende keer een normaal... Ik moet eigenlijk een huisje gaan fixen op de spawn. Maar ja. Aan de andere kant wil ik ook heel graag mijn... Oh shit. Je bent ook niet echt handig, hoor. Pak jij al mijn XP levels! Ja, jij gaat zo ver naar achter staan. Stom Eva! Auw! Oh, wat ja, nee, nou? Ik kan het nog even. Ruzie? Rustig, rustig. Geen ruzie. Je staat nu in een hoekje. Oké. Okay. Oh, ze heeft gewoon al mijn XP levels gejat. Nee, ik sta gewoon hier rustig en die XP gaat nu naar mij toe. Oh, jij bent zo gemeen. Maar dat maakt niet uit, dan laat je even toch jouw zwaard enchanten. Nee. Of wat je ook wil enchanten. Ik wil gewoon mijn... Wat doe je nou? Weer jat je al mijn iron, hè? Geef me iron. Geef me iron. Ik heb geen iron. Oh. Te stiekem is dit. Oh, je wilt nu al van ons stelen, hè? Ja, je wilt nu al van ons stelen. Giel, hoor je dat? Ze wil van ons stelen. Ik wil je niet mee te maken hebben. Jij gebruikt gewoon mijn kist. Jouw kist? Het is een crafting table. Ja, en een kist. Hé, gooi dat spul niet in me. Oh, chips. Die crafel wil ik wel houden. En nog blijf je het in me gooien. Jij bent echt verschrikkelijk. Nee. Is iets als je in de buurt komt van een skeleton, dat je dan een schild krijgt? Nee. Je krijgt een schild als je je wapen aantrekt. Oh. Hey. Even kijken. Okay. Zo. Hier opgehouden zijn netjes. Je kan gewoon met alles slaan wat je wil, hè? Want je kan toch spam klikkerino. Nou, dat is echt wennen, hoor. Ja, dat is echt de PvP-skills, dat. Hoppatee, zo. Oké, ik heb hier alles gefixt. Daar alles gefixt. Oh ja, mijn lapjes moet ik nog even fixen. Kijk, nu wordt mijn kluisje even wat kleiner. Mijn vol. Ik heb een flash. Zo, die erin, die erin. Die erin, die erin. Die. Oh, ik heb niet eens meer ruimte. Oh, dit meen je niet. Ik moet wel even al mijn blokken erin doen. Ja, mensen. Ik heb niet eens meer ruimte in mijn kluis. Potverdorie. Van de kisten plaatsen. Ja. Ja, nou ja, of wat ik zei, een plekje op de span, een huisje huren. Ja, dat is het enige idee wat ik nog heb. Nou, mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Tony Classic video. Jullie hebben echt de vorige keer massaal gekeken, dus ik zou een dikke like zeer zeker waarderen. Als jullie laten zien dat jullie ziek liken, ga ik gewoon dikke whitelist weggeven. Dus hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe TDT Server Survival. Tot de volgende keer, mensen, en ciao!